Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Het Shetlandhof. Vandaag is er een vlog door mij. Het vond je intro, denk ik wel. Kom maar! Nou, die komt. Ik wil aan Florent staan in de schuur, denk ik. Ik zie een mailtje al. Ja, het wordt leuk vandaag, denk ik, hoop ik. En voor degenen die het niet weten, we hebben dus plastic paarden en we wouden allebei een paardenhoofdje, dus ik heb er ook een meegenomen van thuis. En hier staan nog twee schatjes. Hallo! Hallo! Nee, niet bij. Hey, nou! Het is niet aardig, hè? Nee. Gaat die Glory? Nou ja, dus ja, ik hoop dat jullie het een leuke vlog gaan vinden. Nou, mijn paard is af. Deze heeft alleen wel een korter stok dan die, dus deze, ja, hangt een beetje. Zo. En een konijntje wil lekker eten en de deurtjes even open. En ja, de ponies staan daar lekker. En ik ga Amy zo even borstelen. En dan ga ik denk ik, kijk, ze heeft hele mooie vlechtjes. Vissengraatjes. Hier, vissengraatjes. Dan ga ik Amy even borstelen en dan ga ik denk ik even, weet ik nog niet. Ik kijk wel. Nou ja. Nou, Impidi is gepoetst. Ze is niet super schoon, want ze heeft net weer liggen rollen. Kijk maar. Nou, op camera zie je het niet, maar er komt dus nog super veel stof uit. Maar ik heb er dus al helemaal geborsteld en ik heb nu geen zin meer om dat nog een keer te doen. Wat ik ga doen is even de stal uitmesten. En ik denk dat ik even de waterbak ga verschonen, zeg maar. Even schoonmaken. Dus, tot zo. Hey, nou, ik heb de stal uitgemest en de konijntjes zijn allemaal heerlijk aan het eten. Oh. Is er één heerlijk aan het eten? Nou ja, maar er kwamen dus net twee kinderen binnen, een jongen en een meisje, en ze kwamen binnen. En ik vroeg ze, wat komen jullie doen? Zegt ze, ja, we komen Noah, Annabel en Anna komen we borstelen. En ik zo heet ze helemaal niet. En het zijn jullie ponies en toen werden ze helemaal boos op mij en ik vond het best wel, ja, eng, zeg maar. Want ze waren best wel in de meerderheid soort van, dus met z'n tweeën. En ik voelde me al niet zo lekker en zo, dus ja, het was niet echt heel fijn. En toen wilden ze ook niet weggaan en ze bleven maar om toestemming vragen om hier te zijn. En gewoon super irritant en ik hoop echt dat het nooit meer gaat gebeuren, want dit hebben we namelijk heel vaak. Maar ik ga nu naar huis, want ik ben echt fucking moe. Sorry, ik ben echt heel moe, dus ik ga lekker naar huis. En dan kom ik misschien vanavond nog, maar dat denk ik niet. Dus leuk dat jullie keken en tot de volgende keer.